We zitten in ieder geval hier. Doen eerst even deze open. Die moet off zijn, want die werkt niet. Dit is geen DSD trouwens. Dit is de Dynamic Brake Control off. Volgens mij is de lighting set volgens mij standaard. Maar ik doe altijd eventjes die. In het geval die. En dan even de master key. Deurtjes open natuurlijk. Deze doet ook wat voor de eerste keer in het hele systeem. Dus even kijken. Headlights. Als het er ook zat. Jee, maar wat is druk met je zus. Ze zat er niet in de trein. Nou ja. Maar goed, 3-1-3. Je kunt het vergelijken eigenlijk van dezelfde familie als de 3-1-4. Die al in Catcart Circle is. Alleen dit is een camshaft. Dus dit is als jij eenmaal de power op 3 zet. En je zet terug naar 1. Houdt hij de power van 3. Dus deurtjes dicht. Zo. Is dat wel nog wat? We gaan niet in ieder geval onderweg. Wij stoppen op eigenlijk elk station. Wij stoppen op London Road, Moonscombe, Volmer, Lewes, South East, New Haven Town, New Haven Harbor, Bishopstone en Seaford. Dus, we gaan in ieder geval weg uit Brighton in ieder geval. Ik moet zeggen, ik hou ook een beetje van dit soort type treinen. Dat zijn wel leuke treintjes. En goedenavond, welkom. Natuurlijk over de brug bij Brighton. Railway Arch. Kijk hoe goed dit ding is met stoppen. Nou, niet slecht. Boxie is boxie. Kijk hoe goed Jansen is met stoppen. Oh jee. Is de JEPA seal of approval?
Gaan de tunnel in. Check. Die 777 die zijn onveranderd in deze route in ieder geval. Het zijn niet de bijgewerkte versie van de Londen naar Brighton route. Ze hebben een geluid gefixt, dat is mooi. Oh, cool. Ze hebben namelijk letterlijk eigenlijk de timetables, zeg maar, die bestond, die hebben ze gewoon gekopieerd. En dan hebben ze eigenlijk letterlijk elke service die naar Sievert gaat, die hebben ze vervangen voor de 3-3. Dat is het enige eigenlijk wat deze 3-3's doen, is alleen maar naar Sievert. Het is een overshoot. Ai. Kijk eens, wat een mooie brug. Je kunt er niet afstappen. Oh, nou, laten we dat maar niet doen. Huppa. Kijk. Oeh. Kijk gewoon mooi. Avond begint goed. Nou, voor het geval, als je denkt zo van, nou, ik heb eigenlijk wat lucht nodig. Vergeet het. Op een of andere manier wijst hij naar boven. Dus ik weet niet wat hij aan het koelen is. Hij is dat ding aan het koelen. Misschien is dat wel belangrijk dat hij gekoeld wordt. Maar, het koelt mij in ieder geval niet. Naar vol me. Terwijl we toch langzaam optrekken, dan gaat de machinist even zijn bril poetsen. Achievement unlocked in the flesh. Dat was ook een van de laatste. Dit is eigenlijk de laatste local DLC blijkbaar die Steam Achievements krijgt. Een hele slechte beslissing van DTG die denkt zo van, oh ja, PlayStation, nou dan kunnen we niet fixen. PlayStation 5 Achievements, dus wat doen wij? Ook voor de PC niet. Ladies and gentlemen, next station is full. Ik vind het helemaal mooi. Ja,
Het is tenminste niet de 3x2 zittingen. Let's go naar Lewis. En niet Lewis Hamilton, maar Lewis. Lewis. Oh, wacht eens even. Oh ja, dit is dus inderdaad de Brighton Mainline. Die gaat van Brighton, die gaat hier richting Londen. Op geen moment hier, ongeveer hier dacht ik, gaat een branchline ook deze kant op en die gaat naar Lewis. Je komt eigenlijk deze branchline die hier zit, dit stuk, weer aansluiten op die de Mainline. Beetje de snelte een beetje in de perken te houden. 1,5 mijl voor 55. Let op, bij de Lewis hebben ze meteen die, laten we zo zeggen, 10 mijl per uur. Het is op zich nog steeds een prachtige route hoor, hoe deze hier toen hij uitkwam. Ik weet nog wel dat ze hadden gezegd zo van, we hebben hier wat nieuwe techniek. Ze hebben, wat ze hier toen een beetje wat nieuws hebben gedaan, is bijvoorbeeld deze velden. Alleen weet ik niet dat er met de update kapot is gegaan of niet, maar wat ze in ieder geval hebben gedaan is, elk seizoen dan ziet het er weer anders uit. Dus dat hebben ze waarschijnlijk ook een beetje in de rest van de nieuwe routes gedaan. Dus in het winter is het een beetje kaal, in de zomer dan is het rood, of in ieder geval groen, of in ieder geval staan de velden in bloei. Waarschuwen voor de 10 mijl per uur. Nog een 3 en 3.
Elke keer met de tutorials, dan worden die gekleurde markeringen weer aangezet. Ja. Daarvoor mooi foto op de brug neer hoor. Ze hebben de informatiebord hebben ze ook eindelijk uitgegeven. We hebben in ieder geval groen, dus dat is in ieder geval goed. Dus dit is hier die aftakking richting Londen. Joehoe. South East. In the South, they take it easy. Almelo, wat is er gebeurd? 66. Oh, voetbal. Vandaar dat ik het niet weet, want ik volg dat echt niet, dat hele voetbalgedoe. Het enige wat ik wel heb meegekregen is dat er iets gisteren misging of zo in Limburg. Of was dat vanmiddag? Ik weet het niet. Ik zag die in ieder geval op het nieuws, was die in ieder geval. We hadden geel trouwens, dus... Wat de kans dat er een trein vanaf vanuit de oor zeg maar komt. Kijk, daar is die al. Limburgers. Hoe zag ik heb al het werk, heb ik twee Limburgse collega's. Maar, Nou, dat vond hij niet leuk.
Nee, maar het ging, wel, het ging inderdaad wel echt op tv ging het toen echt helemaal, helemaal los. Zoals de ME moest daar aan te pas komen. Dat is wel bijzonder. ...40 en voor multiple units 70. Gaan we zo meteen de aftakking doen we hier. De 3 en 3's die rijden echt letterlijk Brighton naar Seaford en weer terug. Gaan we zo meteen langs New Haven Harbor. Ja, New Haven en dan vervolgens inderdaad langs de Ghost Station. Schappies. Ik wil even de lage toon doen. Ik druk op de B-toets. Als die het horen, dat is de bel. Ladies and gentlemen, next destination will be Southeast. Take it easy today. In the South. Oh, die punts die moeten verboden worden. Ik vind het niet slecht, mijn deurtje zit er zelfs nog op. Ik ken nog wel passagiers. Niet zo heel veel. Ja, jij bent nog op tijd. Kom op. Als je niet meer wilt, dan moet je, dan gaan de deurtjes dicht hoor. Dan zeg ik ook dan beter laat. En let's go. Oh, nou nu heeft het dan. Hallo.
Oh ja, dat, dit zijn die bewaakt ook een beetje de ingang van die. Ja, van de Eckerkut, zeg maar. Van een goederenstuk. Komen er nog leuke dingen aan? In de zin van Blender DLC's eigenlijk een beetje, bedoel je dat? Of is binnenkort weer een roadmap stream? Maar eigenlijk alle DLC's, zeg maar, die op dit moment ja, eigenlijk gepland stonden, die zijn eigenlijk allemaal uitgekomen. Ik zal wel eens even kijken. Wat ze wel hebben gedaan is de West Cornwall route. De nieuwste route van River Games. Die hebben zij is opgeschoven. Die komt als het goed is volgende week donderdag. Maar je hoeft in ieder geval qua kijkers niet zo heel lang te wachten. Want ik heb de route voor vanavond gepland staan. Dus... Maar eens even kijken. Cornwall. Oké, wat staat er in ieder geval in de planning? In ieder geval, dat zie ik hier. Dat is de 420 voor de hoofdstrekker München-Augsburg. Bij Mike Golds. De 232, oftewel de Ludmilla. Voor de Ruhrsieg Noordroute ook bij MyGolds. De G6 voor de Rijn-Ruhr-Osten-route. Die is ook door MyGolds natuurlijk wordt die gemaakt. Het staat gepland de Sherman Hill locomotief met de SD70 ACE en SD40-2. De Horseshoe Curve, route van Altoona naar Johnstown en South Fork met de ES44AC en de GP38-2 van Skyhook Games. En de Tarante Rampen, noemen ze dat. Dresden naar Chemnitz met de 612, de eerste Duitse diesel multiple unit. En de 143 natuurlijk. En dat is eigenlijk wat op dit moment in de planning staat. Of er wat nieuws komt, ik weet het niet. Maar dat zijn allemaal in planning. Dus ga er maar vanuit dat dit jaar eigenlijk niet echt meer een release komt eigenlijk. Ik verwacht het eigenlijk niet. Want ze hebben eigenlijk heel veel released de laatste tijd. Ze hebben de drie Rush Hour routes hebben ze gereleased. Ze hebben de 313 van deze hebben ze gereleased. De 187 hebben ze gereleased. Daar is trouwens Soutmod voor. De vorige keer heb ik hem puur natuur gedaan omdat hij eigenlijk net nieuw was op dat moment. Maar ik heb eigenlijk ik heb daar een Soutmod voor. Dus ze hebben daar de Trax 3 geluiden nu opgezet in plaats van de 185 geluiden. Ja, en volgens mij inderdaad de Cornwall-route, of eigenlijk dat is eigenlijk een beetje wat in de planning stond. Dat is eigenlijk allemaal wat uitgekomen is. Zijn ook nu, ze gaan nu waarschijnlijk bezig met dat ze, want ze hebben al een tijdje dat ze stoom in de game willen maken. Weet je wel, stoomtreinen en zo. En ik krijg het idee dat dat hun focus op dit moment een beetje is. Maar als je vergelijkt, hè. Ze hebben in de afgelopen 3 maanden eigenlijk meer uitgegeven dan eigenlijk in heel 2020 en, nou niet heel 2020, maar en sinds de release van Trains of World 2 eigenlijk bijna, denk ik. Er is behoorlijk wat content hoor. Bishopstone. Dit is de branchlijn naar de New Haven Marine. De enige met nog een arm zijn.
werkelijkheid is die al weg. Maar het station wat hier staat, dat is niet weg. Oh, waarschijnlijk zou er best wel wat announced worden. Maar ze hebben wel geleerd eigenlijk. Want de 313. En ik dacht 1 of 2 routes, dacht ik. In ieder geval de 313. En nog iets stonden heel erg lang. Nee, de 187 trouwens. 187 van Skyhook. En de 313, die stonden bijna een heel jaar op de roadmap. Maar daar hebben ze van geleerd. Ze zetten er nu echt, wanneer ze echt iets concreets hebben, zetten ze het eigenlijk een beetje op pas. Want er zijn eigenlijk, er is behoorlijk wat gaan eigenlijk een beetje in de community. Van wat ik zie van bijvoorbeeld de Trainsim Discord. Trainsim Community Discord, maar ook in andere. Een beetje haat richting River Games eigenlijk een beetje en Skyhook een beetje met wat ze maken, wat ze plannen. Dat niet helemaal goed is gegaan, omdat hun DLC's ietsjes achterlopen. Een beetje qua kwaliteit, zelfs van DTG. En natuurlijk altijd wel wat beter kan. Maar ik moet zeggen, persoonlijk vermaak ik mij heel erg met Train Support 2. Ik doe het eigenlijk in principe, als ik een avondje even wat anders wil doen, of wat dan ook, dan kan ik altijd zeggen zo van, of even een half uurtje of een uurtje gewoon iets wil gaan doen. Ja, ik kan Train Simulator opstarten en ik kan zoeken naar een scenario en kijken of ik alle requirements heb en kijken of ik die route kan doen. Of ik pak gewoon Train Sim World erbij en ik ga aan met die banaan, want ik heb de content. Dus, maar dat is een persoonlijk iets. Ja, als je vergelijkt, zeg maar, met de content, de kwaliteit die hun River Games heeft gemaakt in Train Simulator, vergelijking met de Arosa Line bijvoorbeeld in Train Simulator 2. Ik heb die eigenlijk letterlijk op de stream toen een keer gedaan. En ik heb hem daarvoor een keer gedaan met voor opnemen van de intro en zo. Maar dat is eigenlijk ook het enige wat ik ermee heb gedaan eigenlijk. Ik heb daar ook niet echt wat meer mee gedaan. Maar ik ben benieuwd. Ze hebben wel geleerd. Ze hebben bijvoorbeeld de Cathcart Circle Line. Is ook deels van Rivets. Ook al is het een DTG-route. Dus deels van Rivets. En daar hadden ze geen gezorg op. Maar het is een klein beetje, community bias. Een beetje, denk ik. Maar ik kijk er een beetje gewoon overheen. Zo van, ik heb de content die ik leuk vind. En ze hebben ook een hele belangrijke fix gedaan. Ze hebben eindelijk compressie aangezet op, die, op de pakfiles. Hij is letterlijk. Wat is die? Hij is 120 gig nog in plaats van 350 of zo, weet ik veel. Ja, ze hebben de compressie. Routes zijn 8 gig nu in plaats van 15. Dus, Marco, goedenavond, welkom. Ja, Rivet was echt top-notch voor echt Train Simulator. Echt gewoon puur hoe die kwalitatief bouwen. Hetzelfde voor Skyhook bijvoorbeeld ook. Maar Skyhook die, ja, laten we zo zeggen, die Amerikaanse route die ze hebben gemaakt. Verkeerde locos eigenlijk. Gewoon copy-paste en een beetje repaintje ervan gemaakt. Maar ook heel veel vliegende rotsen en zo. Gewoon rotsformaties die gewoon in de lucht hangen. Hebben ze niks aan gedaan. Hebben ze nog steeds niet gefixt. Ze hebben niet eens acknowledged dat ze iets moeten fixen. De 187 hebben ze toen ook een keer gewoon uitgegeven. Puur zo van omdat ze die moeten uitgeven. Omdat die zo heel erg lang stond. Ze hebben bijna een jaar stilgelegen. Want ze konden geen geluidsopnames doen vanwege corona. Nou ja, we zullen het wel zien. Ik heb in ieder geval mooi de collectieniveau compleet. Dus laten we zo zeggen, elke route is bij mij goed gevuld. Ladies and gentlemen, welcome to Seaford. Seaford is the final destination of this train. Please all disembark the train. Thank you. Ik knijpte hem een klein beetje hoor.
Dat mag ik ook zeggen ook. Jeez. Ja, ik weet zeker, als dit zo was gegaan, verder was gegaan, dan was het doink en weer terug. Maar dit is ook wel mooi gedaan hoor. Weddering en zo. Oh, ik hoef de deur niet eens dicht te doen. Wat hebben wij? Een gold, natuurlijk. Ik moet altijd een gold.